In het oude Griekenland werden er veel goden aanbeden. Er waren goden voor van alles. De zee, de aarde, de oorlog en de liefde. Handig voor als je iemand uit wilt vragen. Alles wat er gebeurde werd verklaard met godenverhalen of mythes. Vanaf de 6e eeuw voor Christus begonnen denkers zelf op onderzoek uit te gaan in plaats van naar de mythes te blijven luisteren. Ze observeerden hoe de natuur werkelijk in elkaar zat. Door deze kritische denkwijze ontdekte Hippocrates bijvoorbeeld dat je niet ziek werd door de goden. Oké, hij dacht dan dat het kwam omdat de mens bestond uit 4 lichaamssappen en dat je ziek werd als er van 1 sap te veel was, wat dus niet klopt, maar hij zocht de verklaring tenminste in de natuur zelf. Deze Griekse denkers, die de natuur bestudeerden, heten natuurfilosofen. Ze ontdekten veel wetenschappelijke zaken, bijvoorbeeld in de wiskunde en natuurkunde. Andere filosofen hielden zich bezig met vragen als: wat is geluk? Socrates bijvoorbeeld en zijn leerling Plato. Een leerling van Plato, Aristoteles, hield zich meer bezig met de politiek. Hij zei dat de mensen elkaar nodig hadden om te overleven. Aristoteles vond dat de mens een zoon politicon was, een politiek of sociaal dier. Zonder polis kon een mens niet overleven. Maar wat is een polis? Een polis is een stadstaat. Het oude Griekenland was geen verenigd land zoals het nu is. Het bestond uit verschillende poleis, steden met het omliggende land en bijbehorende dorpen. De verschillende poleis bestuurden zichzelf, ze waren autonoom en wilden dit graag zo houden. Ze zagen elkaar vooral als een bedreiging. Daarom was er dus geen verenigd Griekenland. De mannelijke bewoners in de polis hadden de taak zich ervoor in te zetten. Ze moesten de polis verdedigen en deelnemen aan volksvergaderingen. In de 8e eeuw werd de polis geregeerd door de rijke families. Zij hadden meer geld en tijd dan de andere bewoners en konden zich dus bezighouden met het bestuur en hadden geld om een wapenrusting aan te schaffen in geval van oorlog. Zij waren onder de bevolking de besten, of aristoi in het Grieks. Deze bestuursvorm noemen we dan ook aristocratie. Toen de Griekse wereld uitbreidde door kolonies en de handel opkwam, waren er mensen die verschillende beroepen kregen, zoals kooplieden en ambachtslieden. Zij verdienden ook veel geld en konden ook een wapenrusting aanschaffen. Zij riskeerden hun leven voor de polis en wilden dus ook meebeslissen in het bestuur. Er kwam dus een machtsstrijd, vooral in de 6e eeuw voor Christus, die eindigde met een nieuw bestuursvorm, de oligarchie. Dit betekent letterlijk een regering van weinigen. De polis werd nu bestuurd door de oude aristocraten en de nieuwe rijken. Maar ook andere bestuursvormen waren aanwezig, zoals een monarchie, waar 1 persoon aan de macht is, een vorst of koning, of een tirannie, waar ook maar 1 persoon aan de macht is, maar deze met geweld heeft verworven. In Athene was er een democratie waar dus alle Atheense mannelijke burgers konden meebeslissen. Klik op de 3e zuil van links voor het filmpje over de Atheense democratie. Duurt maar 2,5 minuut. Al deze bestuursvormen zorgden ervoor dat de filosofen ook gingen nadenken over de vraag wat de beste bestuursvorm was. Plato vond de democratie maar niks. Hij stelde dat een kleine groep filosofen over echte kennis beschikten en dat zij moesten gaan regeren. Aristoteles, die van zoon politicon, twijfelde ook over de democratie. Hij zag in dat er 3 staatsvormen waren, een regering van 1 persoon, een regering van een beperkt aantal mensen en een regering van het volk, en dat er een mix moest komen. Aan al die bestuursvormen kwam een eind toen koning Philippus van Macedonië de Griekse poleis veroverde. Hoef je ook niet meer na te denken over de politiek.